Ik ben Melanie. En ik ben Esther. Ja, wacht. Eerst begin ik voor jullie gaan kijken. Ik weet, ik ben niet net wakker, maar ik heb gewoon geen zin om mijn haar te doen. Want ik ga toch zo meteen naar turnen. Dus ja, laat ik je zo looken zo meteen weer. En ik zit nog lekker in mijn pyjama. Dus ja, en we hadden gisteren ijsjes gemaakt van deze drinkers. We hadden dubbelfris gedaan. Ananas en mango met appel. En we hebben siroop gedaan. Ik ben eigenlijk het meest benieuwd naar siroop. Want Yeah. Het zit al veel water in, dus misschien is de smaak weg. Maar dus daarom beginnen we met de dubbelfris. We wouden eigenlijk gisteren al uit. We hadden het gemaakt in zo'n bakje. Ja, dit zijn van duurstokjes, of niet. Dit is siroop, dit is die dubbelfris. We gaan eerst even allebei de kleuren zien. Dus ik mag ze even open. Dus, deze ziet uit als Fanta. Oh, lekker Fanta. Ruiken. Oh, het ruikt zuur of zo, weet je. Oh my god. Kijk hoe raar dit is geworden. Die ding is helemaal naar boven. Oh, dit is een soort van slushpoep. Oh, hij raakt ook nog naar siroop. Oké, we beginnen met die. Wat het fijne hier aan is, als je hem niet kan openmaken, kan je het gewoon knippen. Dus dat gaat. Ik heb ze nu eventjes met een mes. Dan ga ik wel vasthouden. Daarom. Auw. Of ik haal het ijs gewoon uit, dan kunnen we dit later nog wel gebruiken. Oh, laat maar, ik heb hem al kapot gemaakt. Dus. Wacht maar. Ik heb hem al open. Okay. Dit is het. Yo, het ziet er echt. Ja! Het zit gewoon hetzelfde als dit eruit. Zie je zo? Echt. Oké, dit is ijsje. Het lijkt gewoon. Hij heeft gewoon niet zo hard gezien. Ja, van die strepen. Ja, lekker. Hoe gaan we dit eten? Wacht, we maken al die waar al een stukje vanaf. Hoe gaat dat? Wacht, ik ga ze eerst eten. Ja, hier gewoon bij deze kantje. Oké. Lekker? Zuur? Zuur. Echt zuur ijsje. Dat is echt lekker zuur. Oké. Er komt ook rook vanaf, alsof het min 60 graden is ofzo. Maar je hebt daar op genomen. Ik heb je hier. Oké, dit is ik geef dit ijsje. Het is te zuur. Welk ijsje gaan we oefenen? Ik denk te zuur, maar het ook lekker. Dus ik weet echt iets van de 9 of het zuur. Ik heb een 8. Oh, we hebben nog maar 1 minuut om te filmen, dus we moeten een beetje opschieten. Dus. Het is te zuur. Maar kijk, deze ziet er echt zo mooi uit. Gewoon echt een soort aardbei. Ja, met bosmessen. Zo ziet deze eruit. Hij ziet er echt mooi uit. Hoor je dan niet? Echt gewaar. Oh mijn god, oké. Ik hoop niet dat het te zoet is, maar oké. Je zit gewoon die afdruk. Lekker. Echt een smaak. Ja, als het is al zoet. Misschien een beetje te. Maar ik geef deze een 8 en een half. Nee, een 9. We hebben nog heel weinig tijd, dus snel. Okay. Het smaakt wel lekker. Maar niet heel erg. Het is gewoon net als deze. Maar dan... We hebben nog heel weinig. We hebben nog 25 seconden. Welke cijfer geef je snel? Ik geef een 6. Oké, dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond. En doei. Doei.